Dat er brand in zijn handen. En dat moet naar u toe. En dat gaat hij nu vertellen. En dat is een speciaal moment. Ik heb het al met Tommy een keertje besproken. Ja, sorry, maar... Ben, met een arm, houding van mij. Ik heb iets speciaals voor u uit Hamburg. Heb ik in 1970 gekregen in Hamburg van Lieke Mahakena. En Lieke Mahakena is directrice van een heel klein museumtje. En toen ik Hamburg verliet, kreeg ik het aanbod om iets uit te kiezen van haar museumpje. Het was een heel klein museumpje aan de baai van Hamburg. Heel klein. En ik kwam daar binnen en zei ze tegen mij, als afscheid mag je iets uitkiezen. Maar ik was met een heel klein vliegtuigje, met een heel klein vliegtuigje. En ik zei tegen Lieke, ik kan geen bagage meenemen. Dus zei ze, neem iets mee uit Ambon. Want je mama is Ambonese. Toen heb ik een heel klein beeldje gevraagd. Ik zei, ik zie daar een beeldje, dan kan ik in de zak stoppen, dan neem ik mee. Waarop zij antwoordde, nee, je kiest het allerkleinste. Maar je krijgt er 4, want het is een kindje van een gezin. En ik heb hier voorouderbeelden. Mag ik het voor u openmaken? En de boodschap is, deze beelden beschermen u. Ibu? En deze sarong is ook voor u. En dan praat ik over dit beeldje, een voorouder beeldje. Heel oud. En ik koos dit. En ik kreeg het volgende mee. En ik kom uit Ambon. En waarom geef ik deze beelden aan u? Ik hou van u. Ik heb respect voor u. En ik eer uw man. Ik eer uw man. En hij zal blij zijn, want dit komt uit Ambon. En deze beelden zullen u, en ook jou Tommy, beschermen. En deze sarong hoort er hierbij. Oh, het is mooi. Geen gewone sarong, dat is een sarong ceremonieel. En die bied ik u aan. En als u dit gebruikt, begrijpt u, dan zijn die beelden ook senang. Want die beelden horen bij u. En ik bied er afstand van. En ik kan u vertellen, deze beelden hebben mij ook altijd beschermd. Goed? Want er misschien niet eens is. Oké, dat is wel een beetje. Maar dat is wel een beetje. Waar worden de beelden gemaakt? In Hamburg, de kom. Uit Hamburg. Zijn voorouderbeelden, die worden vereerd. En die hebben altijd een heilige plaats. Kan ik wel zien dat het een Melanesisch gedeelte is? Ja, echt anders.